Paarden gaan de laatste bocht door en waren net halverwege de laatste bocht. En de voorsprong groeit weer voor Ignacio. Ignacio is als eerste in de laatste rechte lijn. Nu wordt Impress Hill aan de buitenkant in stelling gebracht, maar die is behoorlijk ver weg. Ignacio leidt aan de buitenkant Impress Hill, maar daartussendoor komt nog een andere deelnemer. En die gaat een stuk harder. Dat is Haren uitgeschakeld Boko. Nummer 7. Haren Efboko neemt de leiding over en Haren Efboko gaat de tweede winnaar worden voor Stal PD vandaag. Haren Efboko wint. Tweede plaats is aan de buitenzijde voor Impress Hill. Derde is Ignacio en vierde in Cadans die hard gelopen heeft naar de fout. 1:19:05 dus de winnende tijd voor Haren Efboko. En de eerste koers die Haren Efboko loopt, wint hij ook direct. Deze vierjarige zoon van Varen uit Tempel Boko. Voornaam gevocht in Duitsland gebeurt natuurlijk gewoon door de Flevo Farming samenwerking met de Boko Stables. Eigendom van Stal PD, getraind door Bas Krebas en uiteraard gereden door John de Leeuw. En daarmee dus al de tweede zegen vandaag voor Stal PD, Bas Krebas en ook voor rijder John de Leeuw. Hij krijgt de Bos Bloemen en John de eerste start voor deze Haren Efboko. Je moest een beetje rustig beginnen. Nou ja, voor haar doen. Ik bedoel, die andere vertrok ook hard. Nou, en dan kom je gewoon als tweede paard te liggen. Je neemt niet te veel risico, het is de eerste keer. En dan, dan krijg je een eerste bocht natuurlijk. Dan ben je blij dat hij blijft lopen. Mm. Nou ja, voor de rest is het eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. En een beetje geluk, denk ik althans. Of geluk, misschien op een mooi moment. Ignacio probeerde weg te gaan en je kreeg hier op het laatste moment. Kwam er ruimte en toen had hij heel veel speed. Ja, dat klopt. Aan de overkant kon ik er eigenlijk uit. Maar toen kwamen er al twee paarden oplopen. En dan denk ik, ja, nou ja, goed. Dat is een beslissing die je neemt. Die kan goed uitpakken en slecht uitpakken. En hij pakte vandaag goed uit. Hij pakt zoals zo vaak goed uit bij de man die hier momenteel ook niet voor niets aan de leiding staat in de rijderscompetitie, John de Leeuw. Omdat hij zo vaak van die goede beslissingen neemt. Dat is ook de reden dat Stal PD ervoor kiest om hem als huisrijder te hebben voor hun paarden. Vandaar dat hij ook weer hier in de kleuren van Stal PD deze koers weet te winnen. De Sport in het Stadprijs, dames en heren. Hij wint dus met Haren Efboko. John de Leeuw geeft hem een groot applaus. Start is gevallen. Goeie start aan de binnenkant van Haren Efboko. Maar er zijn een paar paarden die net zo hard weggaan. De favoriet begint achter Haren Efboko en ligt in het middenveld op dit moment. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht. En daar komt aan de buitenzijde nu Ignacio en die neemt de leiding over. Ignacio de leider en die gaat gelijk een paar lengte voorsprong pakken de eerste bocht in. Op de tweede plaats Haren Efboko. Derde aan de buitenzijde is Iron Fox. En daarachter op plaats 4 Impress Hill. Galoppade in de bocht van Incadans. Incadans verliest daardoor terrein. Invincible Volo gaat hem binnendoor voorbij. En dat doet ook de deelnemer die op de laatste plaats ligt op dit moment. En dat is het paard van Ruud Pols. Dat is Guvo Greenwood. Paard in de rechte lijn voor de tribune. Tempo ligt redelijk hoog. En dat tempo wordt gemaakt door Ignacio. Ignacio daarachter op plaats 2 volgt Haren Efboko. Eerste paard aan de buitenkant is Iron Fox. Daarachter de best wel forse Impress Hill met een hele ruime loop. Dion Tesla houdt bewust een beetje afstand op zijn voorganger. Dan een klein gaatje, maar dat is niet een bewust gaatje. Dat gaatje proberen ze dicht te lopen. Aan de buitenzijde Ruud Pols met Guvo Greenwood. En aan de relingzijde Invincible Volo. En een paar lengte daarachter in Cadans. Gaan de paarden de rechterbocht in. Zijn inmiddels in de laatste kilometer en Ignacio leidt nog altijd. Ignacio, daarachter op plaats 2, Haren Efboko. Nog altijd aan de buitenkant Iron Fox. Daarachter heel makkelijk meegaand in het tweede spoor. Gaat nu zelfs naar het derde spoor, Guvo Greenwood. Guvo Greenwood valt aan, dat zal Tesla wel passen. Want dan komt er ook wat ruimte voor hem aan de relingzijde. Hij ligt vijfde aan de binnenkant. Kan op dit moment altijd nog geen kant op. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde door. Nu kan Tesla er wel uit. En dat gaat hij zo meteen waarschijnlijk ook wel doen. Galoppade in het achterveld van Invincible Volo. Veldje schuift helemaal in elkaar. En uitgeschakeld nummer 3. Klop nummer 3. Leidt u nog altijd in handen van Ignacio. Ignacio, Iron Fox aan de buitenkant. Dan Haren Efboko. Tweede spoor ligt dan Impress Hill. En daarachter volgt dan. En daar gaat één deelnemer kort van de benen. Dat is Guvo Greenwood. Paarden gaan de laatste bocht door. En waren net halverwege de laatste bocht. En de voorsprong groeit weer voor Ignacio. Ignacio is als eerste in de laatste rechte lijn. Nu wordt Impress Hill aan de buitenkant in stelling gebracht. Maar die is behoorlijk ver weg. Ignacio leidt aan de buitenkant Impress Hill. Maar daartussendoor komt nog een andere deelnemer. En die gaat een stuk harder. Dat is Haren uitgeschakeld Foco. Nummer 7. Haren Efboko neemt de leiding over en Haren Efboko gaat de tweede winnaar worden voor Stal PD vandaag. Haren Efboko wint. Tweede plaats is
Aan de buitenzijde voor Impress Hill, derde is Ignacio en vierde Incadence, die hard gelopen heeft naar de fout.